Wat een bal! Kijk eens waar die neerkomt. Hé, hey, film even daar waar die ligt. En dan nu de beste coach van de hele wereld, Louis van Gaal! Wij zijn de beste! We gaan wel verder, hè? Want het is wel genoeg zo, al die prijzen. En zelfverheerlijking. Je vraagt van, nou, waar ging het fout? Natuurlijk is het fout, want wij hebben ons niet gekwalificeerd. Dat kwam wel door excessieve weerstand uit de groep. This is your mentality and it's very intense. Sempre negativa, nunca positiva. Was die boosheid echt? Dat is een domme vraag. Ik weet hoe moeilijk het is geen afscheid kunnen nemen. Hij heeft de hele nacht lopen waken en op het moment dat hij zijn ogen even had gesloten, is mijn moeder gegaan. Uiteindelijk is Louis voor mij alles. Je krijgt één krentenbol, want ik wil zelf ook een krentenbol van Truus met kaas. Maar we gaan weer verder golven, Geert-Jan, want het wordt wel erg intiem. Op zijn werk is hij de coach en thuis is hij de vader, de opa, de meedenker. We zijn daarom ook heel blij dat Louis deze klus op zich neemt. Het is toch wat, hè, dat ik hier weer zit. Goedemorgen, je bent nogal vroeg. Vroeg? Ja. 3 minuten? Ja. Moet ik zo'n disciplinecoach blijven? Je moet erin! De aanname was verkeerd. Of moest ik mezelf gaan veranderen? Ik zou willen dat ik nog 1 training van hem zou krijgen. Nee, maar dat meen ik. Die eerlijkheid van Louis is ook zijn valkuil. Twijfel is niets voor mij. Wir sind wir. Und ich bin ich. Heb ik iets verkeerd gezegd, schat? Zoveel dingen die dat man. Nee.